en kijken naar welke middelen worden er eigenlijk bepaald binnen het akkoord voor ons paritair comité. Wat houden die koopkrachtmaatregelen in? Welke kwaliteitsmiddelen zijn er? Zowel die waar dat er middelen aan toegekend worden als de anderen. En zoals ik daarnet ook zei, we gaan proberen om ruimte te maken voor de vragen, maar dat zal afhangen van het aantal vragen en wanneer wij de presentatie voorbeelden. Ik ga beginnen met VIA. Hè? Wat is dat, VIA? Dat zijn de Vlaamse intersectorale akkoorden. En dat zijn eigenlijk akkoorden die afgesloten worden tussen sociale partners en de Vlaamse regering. Ja, we zien ze daar, de Vlaamse regering. En die akkoorden, zeer specifiek voor ons, worden gesloten binnen de social profit. Daar zitten we nog met een aantal andere sectoren. De ziekenhuissector, de zorgcentra, de maatwerkbedrijven, de CAW's, thuishulp, dus heel wat sectoren binnen de social profit. En we zitten daar ook zowel de publieke als de private sectoren. Binnen de Vlaamse intersectorale akkoorden gaat de Vlaamse regering middelen voorzien voor, om maatregelen te kunnen uitvoeren. En er worden ook altijd wel maatregelen bepaald waar er geen middelen voor voorzien worden. Waarvan we weten dat iets van een impact natuurlijk op organisaties. Maar daar, dat zullen jullie ook zien in de loop van de presentatie, dat het niet altijd voorzien is. En ook zeer belangrijk, enkel van toepassing op het paritair comité 329.01. Dus niet op de 03. Dus de presentatie gaat ook enkel van toepassing zijn op dit paritair comité. Volgende luik is, ga ik jullie een overzicht geven van VIA 6. Hè, want dat is wel, denk ik, ook belangrijk dat jullie weten dat VIA 6, de looptijd daarvan is 2021 tot 2024. Dus 5 jaar hè, vanaf dit jaar. En zoals ik daarnet zei, er wordt een onderscheid gemaakt tussen koopkrachtmaatregelen en kwaliteitsmaatregelen. Binnen de koopkrachtmaatregelen is er bepaald dat er 7,3 miljoen zal toegekend worden aan onze sector vanaf 2021. En vanaf 2023 komt daar eigenlijk een bedragje bij. We weten nog niet hoeveel dat gaat zijn, maar het zal iets gelijkaardigs zijn met het percentage van de loonmarge. Dan de kwaliteitsmiddelen. Daar worden een aantal jaarlijkse middelen voorzien, ongeveer 2,9 miljoen. Maar ook eenmalige middelen, 3,5 miljoen. En dan is er ook een luik, hè, de maatregelen waar geen middelen aan gekoppeld zijn. Dat zijn dan vooral engagementen tussen sociale partners. Maar daar is geen budget opgeplakt vanuit de Vlaamse overheid. Deze middelen zijn berekend op basis van de loonmassa van de loonmassa in ons paritair comité. Dus lees, de RZ-lijst wordt getrokken, wordt gekeken wat is de loonmassa van het paritair comité en zeer specifiek van de gesubsidieerde organisaties. En dan werd daar voor onze sector 1,1% budget op berekend. En dat maakt dan dat we aan die bedragen komen. Voor de andere sectoren is dat inderdaad veel meer. Hè. Dat is nu eenmaal zo. We gaan het doen met de middelen die we krijgen. Ik weet ook dat dat ongeveer een gelijkaardige budget is dat die we ontvangen hebben of die we toebedeeld gekregen hebben in VIA 5. Dat was het overzicht. Dan ga ik nu de volgende luik. Bij de volgende luiken ga ik inzoomen op de verschillende maatregelen. En het eerste is koopkracht. Hier zien jullie een overzicht, budgetair overzichtje, van de VIA 6 koopkrachtmaatregelen. En eigenlijk zijn er, ja, zou je kunnen zeggen, één grote gekoppeld aan functieclassificatie. Dus vanaf 2021 wordt er voorzien in 7,3 miljoen om 1,1% lineaire loonsverhoging te kunnen toepassen. Dat loopt dan ook door in 2022, want dat is iets structureels. En vanaf 2023 is het de bedoeling dat die 1,1% lineaire loonsverhoging ingekanteld wordt in IFIC. IFIC is de functieclassificatie waarin wij ons ingeschreven hebben sinds VIA 4.
En waarbij het de bedoeling is om een loonhuis te creëren voor de social profit, dus intersectoraal voor de verschillende paritaire comité's die binnen het VIA zitten. Vanaf 23 komt daar ook nog een stukje bij, dat is de IPA-loonmarge, of een percentage gelijkaardig aan de IPA-loonmarge. En dit zal ook dienen om het loonhuis te kunnen uitrollen. En onderaan zien jullie de totalen. Ik ga dan inzoomen op wat dat dan betekent, hè, concreet. In 21, dus vanaf 21, en dat is vanaf januari 21, moet er 1,1% lineaire loonsverhoging voorzien worden. Enkel voor de gesubsidieerde organisaties. Dat is heel specifiek. De gesubsidieerde organisaties, dat is een term die de Vlaamse regering en de Vlaamse overheid gebruiken. En dat gaat over organisaties die omwille van decreten of besluiten gedefinieerd worden als gesubsidieerd. Die worden omwille van die decreten of besluiten gefinancierd, erkend en gefinancierd voor hun werking. Dus er bestaat een lijst van, dat zijn de gesubsidieerde organisaties. Het is heel belangrijk in dit kader om te wachten op de CAO. Nu, deze morgen hadden we een paritair comité, waarbij we getracht hebben om de CAO-loonsverhoging tot een akkoord te komen met de vakbonden, maar dat is mislukt. Wij gaan dus begin mei terug samen zitten, er komt terug een paritair comité, om die CAO af te kloppen. Laat ons zeggen dat we toch nog wat discussies zullen hebben met de vakbonden om er te geraken. Die CAO is wel van toepassing vanaf 1 januari 2021, maar het is belangrijk om te wachten op de CAO, omdat de uitvoeringsmodaliteiten, het toepassingsgebied, het voorwerp enzovoort, daarin zullen bepaald worden. Dus wacht om in actie te schieten, wacht op de CAO. Over de gesubsidieerde organisaties wil ik nog toevoegen dat wij samen met de departementen gewerkt hebben aan een lijst om echt goed te weten welke organisaties zijn gesubsidieerd en welke niet, of worden als gesubsidieerd aanzien, welke niet, en onder welk decreet of besluit vallen die. Zodanig dat het voor jullie ook duidelijk is, val ik eronder of niet, want de verplichting geldt enkel voor degenen die vallen onder de CAO. Christine, kan jij de persoon muten? Als dat kan, dank u wel. Dus voilà. Dus vandaar, wachten op de CAO, dat gaat heel belangrijk zijn, want die gaat alles bepalen. Wij gaan kunnen aangeven welke organisaties eronder vallen. Dus dat is ook wel handig dat we dat gaan hebben. En dat het voor jullie ook duidelijk is of je het moet toepassen of niet. Heb je de verplichting, dan krijg je daar ook de middelen voor. Sta je niet in het toepassingsgebied, dan betekent het dat je het eigenlijk niet moet toepassen. En dan ga je er ook geen middelen voor krijgen. Dat is ook natuurlijk evident. Wij zijn ook wel in overleg met de sociaal secretariaten om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Hè. Afhankelijk van wat in de CAO staat, dat de sociaal secretariaten goed op de hoogte zijn op welke manier de CAO moet toegepast worden. Hè. Dus dat doen we sowieso met de drie met wie we een samenwerkingsovereenkomst hebben in het kader van de samenaankoop met Squitch. Maar we nemen ook wel contact met de Unie van de Sociaal Secretariaten. Wat ook wel belangrijk is om te weten, de financiering van de VIA-middelen, dat gebeurt, zoals anders, op het eind van het jaar. Dus dat betekent, het zal pas op jullie rekening komen in het najaar. Wanneer, weten we niet precies. Maar aangezien dat we toch wel al wat voorbereidingswerk gedaan hebben rond de lijst, gaat dat wel het vlotter laten verlopen. We weten natuurlijk ook wel, binnen de Vlaamse overheid zit daar een ganse procedure achter. Dus wij vermoeden dat het sowieso pas het najaar zal zijn. Wij zullen ook, van zodra dat die CAO afgesloten is, want we zijn echt wel vragende partij om die af te sluiten, zodanig dat het voor jullie duidelijk is en zo snel mogelijk wat de bepalingen zijn en hoe jullie die zullen moeten uitvoeren. En we zullen ook een FAQ daarvan opnemen op de website of toevoegen aan de algemene FAQ van VIA. Dat moeten we nog bekijken, maar dat zal ook zeker gebeuren.
Dus dat is wat betreft de 1,1% loonsverhoging. Wachten op de CAO. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat jullie moeten onthouden. En we gaan zeker, van zodra dat we meer informatie hebben, gaan we daarover communiceren. Dat was het eerste deel van de koopkrachtmaatregel. Dus in 2022 loopt dat zogezegd door. En vanaf... Ik ga te snel, denk ik. Nee, toch niet. Ik zit goed. Vanaf 2023... zou de 1,1% loonstijging moeten inkantelen in IFIK. En daarbij komt dan ook nog eens de loonmarge die er zal komen op basis van de IPA. En daarmee zal het nieuwe loonhuis vormgegeven worden en kunnen uitgevoerd worden. Nu, om een concreet voorbeeld te geven, hè, om die 1,1% loonstijging te laten inkantelen in IFIK, we hebben dat erin opgenomen omdat... Ja, eigenlijk had dat loonhuis er geweest, dan hadden we direct stappen gezet in het kader van het loonhuis. Maar aangezien dat we moeten wachten tot 2023, ja, tot als de testfase, de loonstudie, de verschillende gesprekken en onderhandelingen ook natuurlijk met de vakbonden hebben plaatsgevonden, dan zal het loonhuis er pas zijn. Dus dat betekent, in 2023 gaan we het loonhuis weten en dan pas gaan we weten voor welke functies, welke barema's, voor welke mensen, welke collega's, de medewerkers, zal er een stijging zijn of niet. Want het nieuwe loonhuis garandeert niet dat elke medewerker zal een loonstijging hebben. Dat is geen garantie. En dan is het eigenlijk de bedoeling om te gaan kijken, wat zegt het loonhuis? Wat is de stijging die die specifieke medewerker had moeten krijgen, zal krijgen op basis van het loonhuis, in verhouding met het bestaande barema, de situatie van de medewerker. En dan gaat dat eigenlijk verrekend worden. Dus dat betekent, als iemand in het nieuwe loonhuis, in het nieuwe barema, 3% zou moeten loonsverhoging krijgen, dan gaat er 1,1% van afgetrokken worden. Dan gaat hij eigenlijk maar nog een stap bijzetten van 1,9, omdat hij die 1,1 al gehad heeft. Dus dat is de filosofie achter die inkanteling in IFIK. En dat gaat ook maken natuurlijk dat we het loonhuis zo goed mogelijk gaan kunnen uitvoeren. Want wij weten ook op basis van het budget ongeveer en op basis van de ervaringen die er zijn in het paritair comité 330, dat zijn de geregionaliseerde diensten, op basis daarvan weten we dat met het budget dat er is, gaan we nooit 100% kunnen realiseren. We weten dat. Dat is onmogelijk. Hè? Als we kijken naar het paritair comité 330, dan hebben die in Via 5, toen dat zij 1,1% budget gekregen hebben op de loonmassa, hebben ze eigenlijk een opstap kunnen zetten van 18,25%. Dus dat betekent dat daarna nog... En dat is dan in Via 6 voor hen, dat ze nog stappen moeten zetten om tot 100% realisatie van de nieuwe barema's zullen geraken. Dus dat betekent voor ons sowieso, ik ga ervan uit, dat we geen 100% gaan kunnen uitvoeren in 2023, maar wel een opstap. En vandaar dat het belangrijk is om die 1,1% daar ook in te kantelen, zodanig dat we zo goed mogelijk een stap kunnen zetten en ook om ervoor te zorgen dat we... Aangezien dat het een intersectoraal loonhuis gaat worden, dat we toch wel op niveau komen van de andere sectoren. Dat is wat betreft de inkanteling in IFIK. En eigenlijk is dat ook het enige wat ik kan vertellen over de koopkrachtmaatregelen. Gezien het budget is dat ook waarop dat we gaan inzetten. Dat is ook het enige. Dus dat betekent 1 in 2021 een lineaire loonsverhoging. Wachten op de CAO en vanaf 2023 een inkanteling in IFIK. En hoe dat er dan precies gaat uitzien, dan zijn we nog aan het uitwerken. Daarover gaan we nog zeker nog communiceren. Dus dat waren de koopkrachtmaatregelen. Ik ga verder met de kwaliteitsmaatregelen. En hier heb ik een onderscheid gemaakt tussen diegene waarvoor er middelen voorzien zijn en diegene waar er geen middelen voorzien zijn vanuit de Vlaamse regering. En de volgende slide zien jullie eigenlijk het overzicht, het budgetair overzicht van de kwaliteitsmaatregelen. En ik ga ze daarna ook wel dieper uitleggen. Maar de totalen gaan over voor de recurrente, dus de jaarlijkse kwaliteitsmaatregelen, ongeveer 2,9 miljoen. En voor de eenmalige kwaliteitsmaatregelen gaat het over
3,5-3,6 miljoen. Ik ga verder inzoomen, dan gaat het wat duidelijker worden, want ik kan me inbeelden dat op basis van gewoon de termen dat al weinig zegt. Ik ga beginnen met de één dat wel heel belangrijk is, denk ik, ook voor onze sector. Dat is digitalisering en professionalisering. Daarvoor wordt ongeveer 2,1 miljoen voorzien. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat organisaties zich zouden moeten kunnen versterken op het gebied van digitalisering, professionalisering, innovatie. En zeer concreet kan dat gaan over softwares die moeten aangekocht worden. Dat kan gaan over inzet van personeel, dus personeel die, of externen. Dat kan gaan over het opleiden van mensen, om ervoor te zorgen dat ze mee kunnen met alle digitaliseringstendensen die er zijn. Dat kan gaan over het inzetten op of het mogelijk maken van telewerk. Dus dat is redelijk ruim omschreven om de mogelijkheid te geven aan organisaties om dat op maat te gaan bekijken. En wat heb ik nodig als organisatie om in het kader van digitalisering en professionalisering? Dat is eentje waarvoor wij als Sociari heel erg voor gestreden hebben binnen de onderhandelingen om een zo groot mogelijk budget van de kwaliteitsmiddelen rechtstreeks naar organisaties te kunnen laten gaan. Dus het betekent dat organisaties, en dat is ongeveer, als we bekijken financieel, een €140 per VTE, omdat de pot hier verdeeld wordt onder het volledige paritair comité. Alleszins, dat is onze betrachting. We hebben met de vakbonden daarover ook een akkoord verkregen dat deze maatregelen en ook alle kwaliteitsmaatregelen, buiten eentje, en ik ga die straks zeggen, dat al die maatregelen aanzien worden zoals de andere kwaliteitsmaatregelen en betekent dat die ook verdeeld worden onder het volledige paritair comité 329-01. Dus zoals de werkdrukvermindering, organisatiesteun, wordt verdeeld onder het paritair comité. Dus het is heel belangrijk om te wachten op die CAO, om te zien wat zal erin staan. Dit zijn middelen die jaarlijks zullen worden toegekend. Ja, die middelen worden ook samen met de andere via middelen, zullen die ook in het najaar toegekend worden. Ze zien dat dan als één pakket die in het najaar wordt toegekend. Die middelen zullen ook toegekend worden vanuit het hoofdzakelijk departement cultuur, jeugd, media, maar kunnen ook bedeeld worden vanuit andere departementen of het VSPF. Maar dat gebeurt eigenlijk zoals de andere kwaliteitsmaatregelen. Zo is het bedoeld. En ja, er is ook wel zo wat afgesproken met de vakbonden dat er ook wel in sociaal overleg wordt meegedeeld wat er gedaan werd met het budget dat toegekend is aan de organisaties. Dat is ook in het kader van andere kwaliteitsmaatregelen is dat natuurlijk ook dat er informatie gaat naar de vakbonden hierover. Dus 2,1 miljoen. Het grootste deel van de recurrente of de jaarlijkse middelen die er zijn voorzien vanuit kwaliteit, digitalisering en professionalisering. En die CAO heeft eigenlijk ook deze voormiddag op de agenda gelegen en wordt eigenlijk ook gekoppeld aan de andere, dus vandaar dat die ook nog niet is goedgekeurd. Even wachten tot als die goedgekeurd is om de juiste modaliteiten te weten. Dus dat was de eerste binnen de kwaliteitsmaatregelen met middelen. De volgende gaat over het vormingsbudget. Hierbij is er voorzien om €135.000 jaarlijks toe te voegen aan het potje vormingsbudget. Dat is een potje dat voorzien wordt en dat verdeeld wordt via VIVO. Ik ga ervan uit dat de meeste organisaties wel weten hoe dat gebeurt. Via de website van VIVO kunnen jullie daar ook wel informatie over vinden en het vormingsbudget aanvragen. Dus die middelen gaan niet rechtstreeks naar organisaties. Daarvoor moet je het vormingsbudget aanvragen via VIVO. En zo kunnen er meer organisaties ook daar gebruik van maken. Jaarlijks budget, niet rechtstreeks naar organisaties. Dat was het vormingsbudget. Dan ga ik naar de derde maatregel. Dat is ICOBA. Voor ICOBA is er €35.000 jaarlijks voorzien. ICOBA is het expertisecentrum en ook kenniscentrum voor omgaan met agressie. Dat is eigenlijk een centrum dat opgericht is
vanuit zorg en welzijn, en waar dat er al een aantal paritair comité's middelen aan toekennen om begeleiding en opleiding te bieden over omgaan met agressie. Tot nu toe hadden wij daar nog geen toegang tot. En via ZES wordt nu de mogelijkheid gemaakt dat ook ons paritair comité zal gebruik kunnen maken van het aanbod van ICOBA. Dat is natuurlijk nog niet vandaag, omdat alles moet nog in orde gebracht worden. Wij moeten in de stuurgroep opgenomen worden. Er moet ook iemand nieuw aangeworven worden. En dan pas zal er kunnen een aanbod zijn ook naar onze sector. Er zijn ook nog twee andere sectoren binnen het FIA die nu ook middelen zullen toekennen aan ICOBA. En we geven eigenlijk samen voor elk €35.000, dus dat is ongeveer anderhalve VT, dat er toegekend wordt aan ICOBA om jaarlijks te werken rond omgaan met agressie. Wordt verder verfijnd, maar van zodra dat dit duidelijker is, zullen we daar ook over communiceren. Onze derde, dan ga ik naar de vierde maatregel. Ja, de ondersteuning van IFIC. En dat is de ene waarvan dat ik zei, alle kwaliteitsmaatregelen willen wij voorzien voor het volledige paritair comité. Bij dit puntje is dat iets anders, omdat het is een beetje gekoppeld bij kwaliteitsmaatregelen, omdat we het zo hebben kunnen verschuiven. Maar eigenlijk is het gekoppeld aan gesubsidieerde organisaties, omdat dat degenen zijn die ook zullen opgenomen worden in het nieuwe loonhuis. Dus vandaar dat er voorzien is dat er voor die organisaties eenmalig in 2021 €60 per VTE zal toegekend worden. En dat dient voor de deelname aan de testfase, de loonstudie, de voorbereiding naar het nieuwe loonhuis en de implementatie. Dus dat is ook wel een bedrag, omdat we weten dat er stikbaar toch wel wat tijd in om die gegevens door te geven en ook te implementeren en zo verder. Dus vandaar dat we toch voorzien hebben dat er €60 per VTE nog eens extra wordt toegekend, rechtstreeks aan de gesubsidieerde organisatie. En opnieuw, die gesubsidieerde organisatie, die lijst bestaat. Je zou kunnen kijken, grosso modo, naar degene die in de CAO en de jaarspremie 2020 staan. Maar opnieuw, wacht even tot als de CAO duidelijk is. En dan zal het ook wel duidelijk zijn of je die middelen ontvangt of niet. Die middelen zijn ook voorzien, zoals de andere via middelen, op het einde van het jaar samen met de rest. Dus voilà, dat is redelijk kort. Het zal wel nog heel wat vergen voordat we klaar zijn met de loonclassificatie voor de sector en de intersectoraal. Het gaat nog eventjes duren, veel opzoekingswerk en veel onderhandeling. Maar dus €60 per VTE, ondersteuning voor de organisaties in het kader van de functieclassificatie en het nieuwe loon. Dan de laatste maatregel, kwaliteitsmaatregelen waar dat er middelen aan verbonden zijn, €600.000 jaarlijks en de restmiddelen van de eenmalige. Want de eenmalige middelen, ik heb het er net uitgelegd, dus een stukje, er is voorzien 3,5, 3,6 miljoen. Eerst gaan we berekenen wat de €60 per VTE gaat betekenen in 2021 voor de organisaties. Dat stukje gaat ervan af. En de rest daarvan, ik schat in ongeveer 2,5 miljoen, wordt eigenlijk toegevoegd aan jobcreatie. Dus we hebben €600.000 jaarlijks. En die eenmalige middelen, ongeveer 2,5 miljoen, die samengevoegd zullen worden in het vormingsfonds. En de bedoeling daarvan is om werkervaringstrajecten van korte duur, we kijken naar 1 jaar, mogelijk te maken voor kansengroepen, specifieke groepen. En we kijken een beetje ook naar het voorbeeld van Startjob, waarbij dat min 26-jarigen de kans kregen voor werkervaring. En dat hebben we 3 jaar gedaan, het voorbije jaar niet, want dat is verlengd geweest toen. Maar nu hebben we terug middelen om zulke dingen te doen. En de bedoeling zou zijn om, we zijn dan nog aan het uitwerken in het vormingsfonds, over welke tussenkomst gaat het. Bij Startjob ging het over 75% van de kost werd gefinancierd vanuit het vormingsfonds om een jongere gedurende een jaar aan werkervaring te laten meelopen.
En dus wij gaan bekijken, wat gaat dat betekenen? Wat gaat de tussenkomst zijn voor de kost? Welke kansengroepen gaan we daarvoor nemen? En dan zal er een oproep komen. En ik schat in dat dat ergens in de zomer zal gelanceerd worden om dan in te dienen eind oktober. Dat is een inschatting die ik maak op basis van de gesprekken. In juni hebben we nog een vormingsfonds waarbij dat we het alles gaan bepalen. En dan gaat het wel duidelijker worden. Dus dat zal wachten zijn op de oproep. En dan is het intekenen. Organisaties die geïnteresseerd zijn om kansengroepen de kans te geven om bij hun ervaringen op te doen, kunnen daar dan op intekenen en zullen dan een budget daarvoor ontvangen, die ik later ook zal kunnen meedelen. Dus dat is rond jobcreatie en dat is iets dat we jaar na jaar gaan kunnen doen. De eerste jaren gaan we waarschijnlijk wel meer kunnen doen, aangezien dat we met die eenmalige middelen zitten. Een beetje een push, hè, zou je kunnen zeggen. 30, 40 trajecten bijvoorbeeld. Om dan na een aantal jaar te stabiliseren op een 20, 25-tal trajecten. Dat is natuurlijk afhankelijk van wat dat die trajecten inhouden en wat dat de tussenkomst inhoudt voor de organisaties. Dus dat is jobcreatie. Dat was de vijfde en de laatste kwaliteitsmaatregel. Dus we hebben digitalisering en professionalisering. Dan hadden we het vormingsbudget, ICOBA, de ondersteuning voor IFIC, voor de voorbereiding van IFIC en nu ook de jobcreatie. Dat zijn de vijf maatregelen die opgenomen zijn binnen het FIA voor kwaliteit en waarvoor er middelen voor zijn. Ik ga nu verder gaan met de andere kwaliteitsmaatregelen waarvoor er geen middelen voorzien zijn, want die zijn er ook altijd bij. Ik heb een overzicht gemaakt. Ik heb ze iets wat meer gebundeld, omdat er, het is ook wel heel redelijk algemeen, hebben ook niet altijd meteen een impact, behalve dan als we kijken naar de drie eerste. Die gaan sowieso een impact hebben en daar geven we ook aan, wacht op de cao's, die moeten nog afgesloten worden. Zolang dat die cao's niet zijn afgesloten, is er nog geen verplichting. Dus voor die drie, en dan, het zijn er 10 in totaal, dus de drie eerste is het wachten op de cao's. De anderen zal het afhankelijk zijn van de besprekingen die er zijn, paritair en met de Vlaamse regering, welke zaken dat daaruit komen. Ik ga beginnen met de eerste, dat is structureel thuiswerk telewerk. Ja, uiteraard, omwille van de COVID-19-crisis zijn we, en zeker in onze sector, heel sterk geduwd in het telethuiswerk. We zijn daar echt in geduwd geweest. Sommige organisaties hadden daar nog geen ervaring mee, anderen hadden daar al meer ervaring mee. En vandaar dat, en zeker vanuit de vakbonden, maar we ondersteunen dat ook wel, dat er een hoofdstuk moest zijn over telewerk. Daarbij is er eigenlijk opgenomen dat er sectoraal een cao zal afgesloten worden. En de cao zit ook in het VIA-akkoord achteraan bij de bijlagen. Dus dat is daarin opgenomen. En in die cao wordt er vooral toepassing gemaakt van de huidige NAR-cao's. Je hebt de cao 85, die slaat op structureel telewerk en occasioneel telewerk. En cao 149, die slaat op het verplicht thuiswerk naar aanleiding van COVID. Dus die zaken, de cao zal vooral toepassing maken van die cao's. Het is natuurlijk wachten op de cao, want we weten nooit of er verrassingen komen vanuit vakbondshoek en hoe dat we daarmee moeten omgaan. Wat wel belangrijk is, is, er komt een sectorale cao en die zal ook bepalen dat er afspraken moeten gemaakt worden op lokaal niveau, in het sociaal overleg. In die afspraken, en we zullen zien in de bijlagen van het akkoord, daarin staan eigenlijk de dingen die je nu ook moet afspreken met de medewerkers. Als het gaat over het euro's, als het gaat over het materiaal enzovoort. De vergoeding hebben we eruit gelaten. Omdat niet in alle gevallen is een vergoeding verplicht. Dat is afhankelijk van situatie tot situatie. En dat is natuurlijk ook een overleg die je hebt met de medewerker. Dus in die zin, die vergoedingen die zijn eruit gelaten. Het is niet dat er bepaald is, sectoraal moet elke organisatie aan elke medewerker die bijvoorbeeld één dag telethuis werkt,
of telewerkt, een vergoeding voorzien. Dat is niet bepaald. Hè. Dus dat is vrijgehouden om het op ondernemingsniveau te bekijken. Dus wachten op de CAO, maar telewerk is natuurlijk wel een belangrijk gegeven geworden, zeker door het voorbije jaar. Dan de volgende gaat over vorming. Daarbij, jullie weten, op dit moment zijn er een aantal bepalingen rond vorming. Er is de wet wendbaar en werkbaar werk, maar dat is heel veel wees. Waarbij dat er een aantal bepalingen zijn opgenomen. Daarin zitten ook een aantal uitzonderingen. Als het gaat over kleine organisaties, bijvoorbeeld onder de 10, daar zijn geen verplichtingen. Als het gaat tussen 10 en 20 zijn er wel verplichtingen, maar iets minder dan als je een grote organisatie bent. En bijvoorbeeld als het gaat over de rapportering om de sociale balans, daar zijn verschillen. Hè. En die verschillen zullen ook nog altijd blijven. Dat is de bedoeling. Wat verschilt er wel, hè, is dat er nu wel een groeipad zal komen om in 27 te komen tot gemiddeld 5 dagen collectief opleiding per VT. Die opleidingsdagen, dus als collectief, per VTE. Dat is geen individueel vormingsrecht, het is een collectief recht. Wat we er ook hebben ingekregen, want dat is heel belangrijk, is dat het zowel formele als informele momenten kunnen zijn. Dus dat kan zijn dat dat echt opleidingen zijn, maar dat kunnen ook coachingsgesprekken zijn. Dus die dingen tellen allemaal mee. Wat telt er ook mee? Opleidingen in het kader van betaald educatief verlof, het Vlaams opleidingsverlof, die tellen ook mee. Wat telt er ook mee, dat staat hier niet bij, maar ik ga het vermelden, dat zijn opleidingen die je zelf aanbiedt of opleidingen die door extern worden aanbieden. Dus al die zaken, daar is rekening mee houden. Daar zal ook een CAO komen op sectoraal niveau en het is pas vanaf dan dat het echt verplicht is. Ik kan misschien ook wel meegeven dat tijdspad, ik weet dat er op federaal niveau ook van alles aan het bewegen is. Dus het zou kunnen zijn dat we ingehaald worden, maar in het FIA is dit afgesproken. Dus dat is wat betreft vorming en opleiding. En dan komen we bij jaarlijkse vakantie. Terugwachten op de CAO, zeer belangrijk. Dan pas is het verplicht. Er is eigenlijk een verruiming gekomen. In de huidige CAO staat er 2 weken aaneensluitend 3 weekend. En hier is een verruiming gekomen naar 3 weken, 3 weekend aaneensluitend. Dat een medewerker verlof moet kunnen nemen. We hebben daarin wel een uitweg voorzien, want we weten dat in sommige situaties, sommige organisaties, is dat niet altijd mogelijk. Hè. Vaak is dat wel mogelijk, vaak is het ook niet mogelijk. Dus in die zin hebben we wel een bepaling opgenomen waarbij dat omwille van de organisatie, de organisatorische noodzakelijkheden, dat je daar wel kunt van afzien. Pardon. Dus dat is er wel in opgenomen. Dat was ook iets dat opgenomen was in de vorige CAO, in de huidige CAO, en zal ook opgenomen worden in de nieuwe CAO. Deze is, als ik kijk in het VIA-akkoord, is er ook een bijlage opgenomen waarop dat we ons gaan baseren om de CAO af te sluiten. Dus deze 3 eerste is het zeker wachten op de CAO's. Ik ga er blijven op hameren, want het is belangrijk om te wachten om bepaalde dingen af te spreken. Want daarna is het moeilijker natuurlijk om het recht te zetten. Dus wacht op de CAO's, wacht om te weten wat er wel degelijk verplicht wordt vooraleer dat er afspraken gemaakt worden. Dan de kwaliteitsvolle loopbanen. Dat is een agendapunt die hoog op onze agenda staat. Dat gaat over de kwaliteitsvolle loopbanen. Het feit dat op dit moment hebben we verschillende verlofregelingen. We hebben de plus 35 extra verlofdagen. Er bestaan ook de arbeidsvrijstellingsdagen. Er zijn nog al andere verlofregelingen die mogelijk zijn. En dat brengt wel een enorme druk op de organisaties, zowel financieel, als naar hoe moet je het organiseren, als naar frustraties die er ontstaan binnen de werknemers, binnen de werknemersgroep. Dus vandaar dat we dat echt wel op de agenda hebben gezet en we hebben daar ook echt wel voor gestreden, omdat we weten dat dat voor onze organisaties echt wel tot problemen komt. En de bedoeling is om hier te overleggen, paritair, om te zien
naar welke systemen we willen gaan in de toekomst. Het is ook de bedoeling, en als we kijken, ik verwijs ook naar VIA 5, want in VIA 5 was dat ook opgenomen, maar dat was er redelijk vaag omschreven. Deze keer hebben we echt wel duidelijke afspraken in opgenomen. En het is ook de bedoeling om ten laatste, tegen eind juni, de wijzigingen in de afspraken, dus lees CAO's, voor te leggen aan de Vlaamse regering. Dus de laatste 30 juni. Dus daar is van de strakke deadline opgeplakt. Heel belangrijk punt voor ons, staat heel hoog op de agenda. En dat is een punt waar we echt wel sterk gaan op achterna zitten als sociale. Dan het vijfde, gaat over de gezondheidscrisis. Dat kan ook niet anders, denk ik, in deze situatie, dat dit ook een punt wordt op de agenda. We hebben ook wel gemerkt dat, we waren er niet op voorbereid, hè. Heel weinig mensen, laat zeggen niemand, was hierop voorbereid. Dus vandaar dat er belang wordt gehecht aan preventieplannen, maar ook dat er voldoende middelen voorzien zijn vanuit de Vlaamse regering. Dat is een belangrijk engagement van hen, om dit mogelijk te maken. We hebben allemaal materiaal moeten aankopen, hè. En we zullen dat nog moeten doen. Hopelijk niet zo lang meer, maar dat kost wel wat geld, ook aan organisaties. En dat zijn dingen die niet voorzien zijn binnen de normale begroting. En daarnaast is ook nog een oproep opgenomen om zich te vaccineren. Hè. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller wij van deze erge, ambetante, frustrerende, moeilijke situatie zullen geraken. Dus vandaar dat daar ook een oproep is opgenomen om zich te laten vaccineren. Dat waren de eerste vijf. Ik ga naar de volgende vijf. Tweede pensioenpijler. Ja, eigenlijk is dat niet nieuw. Eigenlijk is dat pure continuering van wat er in VIA 5 stond. Maar dit is wel meegenomen in VIA 6, omdat er een bepaald engagement in VIA 5 stond dat de dotatie van de Vlaamse regering in het kader van de tweede pensioenpijler, dat die verhoogd ging worden. En dat was toen nog niet gebeurd op het moment dat we begonnen te onderhandelen. En vandaar dat er ook nog, dat dan nog eens duidelijk opgenomen is in VIA 6. En dat er die continuering erop is, in opgenomen is. Naar werkgevers toe verandert er eigenlijk niks. Dus dat zijn zaken die toen al beslist zijn geweest en die gewoon verder worden gezet. Maar het was wel belangrijk om dit mee op te nemen, om de garantie te krijgen vanuit de Vlaamse regering dat die middelen voorzien zijn zoals dat het afgesproken was. Dus heel kort. En dan hebben we de intersectorale samenwerking en de multi-inzetbaarheid. Dat is vooral een vraag vanuit andere sectoren, maar ik weet dat dat in onze sector ook wel kan gebruikt worden. Vooral vanuit andere sectoren, dan kijk ik naar zorg en welzijn. En nu met de COVID-19-crisis is dat vooral zeker naar boven gekomen om medewerkers te kunnen delen, dat er heel wat drempels zijn. Hier is bepaald dat er een onderzoek zal ingesteld worden om dan daarna samen met de Vlaamse regering, dus tripartiet en de sociale partners, om te gaan kijken wat dat die drempels zijn en op welke manier dat die zouden kunnen weggewerkt worden. We weten ook wel dat er federale linken zijn en zo, maar dat is wat hier is opgenomen. Dan de hogere jobtime en minder deeltijdsen. Het gaat daarover. Eigenlijk hebben we in 2019, in december 2019, hebben we een CAO afgesloten. Dat zat binnen de CAO Stabiliteit van Arbeidsovereenkomsten. Waarbij dat er inderdaad gezegd wordt dat als er nieuwe vacatures zijn, dat er eerst moet gekeken worden binnen de organisatie als er deeltijdse zijn die graag jobtime zouden willen verhogen of inderdaad de functie zouden willen opnemen. Dus in die CAO zijn een aantal bepalingen opgenomen. Er was een vraag, en dat was vooral een vraag van de vakbonden natuurlijk, om dit terug nog een stapje verder te zetten. Maar we hebben aangegeven van die CAO's zijn afgesloten eind 2019. Laat ons eerst kijken hoe dat loopt. Hè, en wat dat de conclusies daaruit zijn. En we willen daar wel over spreken. Maar er is op dit moment niet afgesproken dat er CAO's zullen afgesloten worden die nog meer zullen bepalen. Dat is op dit moment niet beslist. We zullen zien wat dat het dialoog met zich meebrengt. Dus dat is de hogere jobtime en de minder deeltijdse.
De voorlaatste is de werkbaarheidsmonitor. Dat is eigenlijk een monitor, een soort onderzoek, een rapport dat ik denk jaarlijks ook, of om de 2 jaar wordt gepubliceerd. En dat is eigenlijk een onderzoek waarbij dat er bij de medewerkers, en op dit moment was dat vooral naar zorg en welzijn, ik denk een heel klein stukje van ons paritair comité werd bevraagd. Dus de medewerkers worden bevraagd rond werkbaarheid, rond werkdruk, zo die dingen. En dan komt daar een rapport en dan kunnen daar een aantal bevindingen uitkomen en kunnen een aantal acties uit voortvoeren. Op dit moment hebben we geen zicht op onze volledige sector. Dus in het FIA is er opgenomen dat dit zal opengetrokken worden, ook naar onze sector, maar ook naar de maatwerkbedrijven bijvoorbeeld. En dat we dan de resultaten gaan bespreken sectoraal. Dat we gaan kijken van wat komt daaruit, welke dingen kunnen we eruit halen, zijn er acties nodig, ja dan nee. En dan wordt er ook verwezen naar tools. Er bestaan al heel wat tools. Ook als je kijkt op de website van Vivo, er bestaan heel wat tools, of dat die al dan niet zullen kunnen gebruikt worden in onze sector. Maar opnieuw, dit is een redelijk vrijblijvende actie. Het is niet hetzelfde zoals de 3 eerste, waar dat duidelijk is gezegd wat er komt in CAO. Dus, dat is nog afhankelijk van de besprekingen die er zijn. En ook wanneer dat die werkbaarheidsmonitor voor ons zal uitgebreid worden. Dat moeten we ook bekijken en wanneer dat die resultaten er zijn. En dan de laatste, instroom, zij-instroom. Vooral, dat gaat vooral over andere sectoren. Dat gaat vooral over zorg en welzijn, waarbij dat er kwalificerende of gekwalificeerde mensen gezocht worden. In onze sector is dat minder van belang. Het kan soms wel in sommige gevallen zijn, maar in heel beperkte mate. Terwijl dat bij... je kan niet, als je het diploma van verpleegkundige niet hebt, dan kan je niet als verpleegkundige werken. Hè. En zij zitten echt wel met een nijpunt tekort aan een aantal personeelsgroepen. Waarbij dat ze kijken zowel naar instroom als naar zijnstroom. Dus zijn de mensen uit andere sectoren ook mee opleiden om in te stromen in die sectoren. Voor onze sector, wat dat zeker in de link is, is met de lokale diensteneconomie. Waarbij dat er een doorstroom kan zijn vanuit de doelgroep medewerkers naar die andere sectoren. Dus dat is rond instroom en zijnstroom. Dat waren alle 10. Ik ga even nog eens recapituleren. Dus structureel thuiswerk en telewerk, daar moeten we wachten op de CAO. Ik weet ook niet naar termijn toe wanneer dat die er gaat zijn, dus maar sowieso wachten. Idem voor vorming, opleiding en jaarlijkse vakantie. Dus daar moeten we echt wel op wachten. De anderen zijn iets vrijblijvender, maar ja, zullen ook wel wat teweeg brengen, vermoed ik. Zeker de 4e, daar willen wij dat daar verandering in komt. En bij de anderen zal het afhankelijk zijn van welke besprekingen die er nog zullen komen. De gezondheidscrisis, de tweede pensioenpijler, intersectorale samenwerking en multi-inzetbaarheid, de hogere jobtimes, de werkbaarheidsmonitor.